In 1,5 minuut hoop ik u enthousiast te kunnen maken voor iets nieuws, moois, belangrijks in mijn leven. Ik heb namelijk voor het eerst een theaterstuk geschreven dat door een hele grote groep professionals wordt uitgevoerd. Met een onderwerp dat me na aan het hart gaat. En daarbij hoop ik maar één ding, dat u na het zien van dit videootje denkt, kom op, daar gaan we heen. Dr. Anders Daan, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het is het verhaal van een jongen met het syndroom van Down, die erin slaagt om niet alleen zijn gymnasiumdiploma te halen, maar ook om een universitaire studie af te ronden. Ik ging zelfs naar de universiteit. Alle vooroordelen en misverstanden passeren de revue. Een vader die gaat voor uithuisplaatsing. Een broer die jaloers is op alle aandacht die hij krijgt. Een arts die zegt, we kunnen alles plastisch chirurgisch aan hem doen. Hij wordt gepest, bijvoorbeeld door de eerste klas van de middelbare school, die hem niet ziet zitten. Wat doet hij hier, die loser? Wat doet die jongen hier? Heeft hij de hersens van een net? Ik werd verliefd op Eva. Eén meisje neemt het voor hem op, vindt hem leuk, maar durft het uiteindelijk niet aan. Dit voelt zo slecht en zo gemeen. Ik kan wel wachten hoor. Daar ben ik goed in. Het wordt een hele bijzondere voorstelling. Veel video op de grote beeldscherm. En heel veel dans. Het is dance. Veel lachen. En af en toe een dikke traan. Het wordt een bijzondere voorstelling. Jazeker. Dr. Anders Daan. Woensdag 22 november komt de hele crew van Dr. Anders Daan naar Theater De Stoep. En ik beloof u, het wordt een prachtige avond. Want het is een voorstelling die alles heeft. Humor, emotie, spectaculaire scènes op video en heerlijke muziek.